Ja, en Maria die was van 1200 al heel erg populair. Dus dan komen er echt kerken en heel proto met Maria patrocinie. En nog wel later, dan is Maria zo populair, dan mag haar man, die wordt dan echt heel niet meer omheen werken. En dan komt er in al die kerken niet van Anna bij. En eerst een Anna kerk die huis in de gemeente, is Lietse Woord. Een afsplitsing van Kool. Lietse Woord, of Oostbuurt. Ja, we doen een trek van dat Lietse kerkje daar. Heel Lietse plek. Dat is pas in de 15e eeuw een zelfstandig prachtje. En de beschermheer, Sint Anna. Goed. Dat ik patrocinie heb, dan loopt het collage rond. Waar hier terug aan de bestoven. In West-Geest wie dat rocht in hand van, dat weten we gelukkig, van de abt van de Bonifatius abdij van Dokkum. Ja, en dat weer de enigste parochie in Kalmeloon dat de abt dat rocht daar kan. En dat wist ik, dat feit dat dat rocht in handen is van een oude abdij, op een oude parochiestichting. Dus dan hebben we de tweede aanwijzing dat Westergeest een oude parochie stichting wijs maakt. Net zo dat Westergeest uniek is, want die abt van Dokkum die hier dat rocht in nog een aantal parochies in deze omgeving. Maar Westergeest werd daar heel uitdrukkelijk ek ta. Dan kom ik op die saint, die zitting van het kerkelijke rocht. Die kerkelijke rugspraak die in handen van een geestelijke en die wat dan ontzettend als deken. Een deken. En zo'n district van de kerkelijke rugspraak heet dan een decanaat. Nou, en elk decanaat bestuurt uit een fix aantal parochies. Hoe zie je dat dan in Maatregelijk Friesland? In Uskontrij. Daar bestuurt ook een decanaat. En dat decanaat dat omvatte het volgende gebied: de Jemta Dokkum, de beide Dongeren Dion en Kalmeloon. Cum annexies, wat er ook is. Ik denk, oh, dat is Nijkruisland verzeld. Nee, dat ken ik. Want het Nijkruisland is pas inpolderen tussen 1529 en 1542. En hier is al sprake van cum annexies. In trekje 100 en Safon. Dus dat waren de oorsprongen. Maar wat? Ja, dat zit er niet bij. Maar ik denk dat wij bedoeld willen mogelijk de Dokkumer Orden. De Dokkumer Orden. Maar heel wat is ben ik er niet van. Maar de Dokkumer Orden bedoelt het waren Driesen, Waterswoord, Damwoord, Moerwoord, Ikkerwoord. Goed, dat weer dus het decanaat in het Marieste van Friesland. En hoe weer dan, waar weer dan de deken? Nou, in de, het is zo dat er weer wat bijzonders mij. In de schrikkeljaren weer namelijk een oren deken als in de gewone jaren. In de gewone jaren weer zo, dan mochten de pastoors uit het dekenaat één van haar ta deken kiezen. Ja, dus een van de pastoors uit de Dongeren die om Dokkum plus Kalmeloon plus misschien een Dokkumer Orden, die wat aan de deken. Toch, dat zijn collega's, ja, die in derde stemt, die weer daar omgeven. En dat weer een onttrekkelijk baan, want dat leveren inkomsten op. Maar in de schrikkeljaren die er was, dan weer dat ambt van deken verbonden om, alweer de abt van de abdij van Dokkum. Dus die hingen schrikkelheren dat rocht. Kom ik aanstaan nog even op. Goed. Westergeest. Ja, nee, eerst mag ik dit nog nemen. Belangrijk is nou dat die, dat decanaat, dat ik het kreeg door Heinrich Matthias van Friesland, dat hing een naam. Dat was altijd Noordjut als het decanaat van de drie personaten. En die personaten, dat is een heel interessant woord. En wat tjeurt dat om, personaat, dat klinkt een beetje ja, vaag. Personaten, dat binnen de oerparochies. De eerste parochies in het gebied, die heet de personaat. De oerparochies, dus de eerste stichtingen als parochies.
niet een heel groot gebied, eerst nog om feiten en letter binnen er al je oorsplitsingen, dan binnen heel dik dorpen die.